palingsound. Voor een pontje paling, je plaatje op de radio. Waar komt die muzikale magie van Volendam nou vandaan? En Jan Keijzer ontrafelt het geheim van 80 gouden platen. Dit is Helder. Een muzikaal mysterie aan het IJsselmeer. Met een eigen herkenbare sound. Palingpop uit Volendam. Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Zijn het nu vooral Nick en Simon die grote hits scoorden? Het waren de Cats die in 1968 de eerste palingsound hit scoorden met Lia. Met hun melodische harmonieën scoorden ze daarna hit na hit. In het midden van de jaren 70 is er groot succes voor BZN. De band groeit uit tot een van de populairste Nederlandse groepen ooit en scoort tientallen hits. Het vissersdorpje met zo'n 22.000 inwoners blijft ook de laatste jaren muzikaal talent voortbrengen. Jan Smit, de drie J's en Nick en Simon. Vandaag in Helder, de sound van palingpop. Wat is de muzikale magie van Volendam? En waar komt die term palingsound of palingpop nou vandaan? Nou, welkom, Ad Bouwman. Goed dat je er bent. Leuk, want jij bent van 1965 tot 2000 DJ geweest bij Radio Veronica. En ja, eigenlijk is Veronica is echt verbonden aan die term palingsound, palingpop. Komt bij jullie vandaan, toch? De palingsound is een uitvinding van Willem Verkoot, alias Joost de Draaier. Ja. Op een gegeven moment kwam hij ook met de palingsound. Maar dat kwam een beetje omdat de Volendamse groepjes met de managers, die namen altijd paling mee. Kijk, dat was een heel slim idee. Dat was al de eerste vorm van een hele kleine omkoping. Nee hoor, dat was gewoon even ons te kennis te laten maken met de heerlijke paling van al het Volendam. Ja, en maar toch, het scheelde wel. En toch een beetje handelsgeest, hè, natuurlijk. En erbij. Daarom, en op een gegeven moment riep Joost, die riep van hier is er weer een met de bekende palingsound. Huppakee, daar gaan we. Dus zo is dat geboren. Hadden jullie toen ook echt een gevoel van dit is een nieuw geluid? Waren jullie daar bewust van? In het begin nog niet zo. Het is eigenlijk maar natuurlijk een beetje begonnen met de Cats. En die kwamen toen al met de eerste twee plaatjes. Dat ging goed. Je zat midden tussen de Amerikaanse en de Engelse groepen. En de Nederlandse groepjes begonnen echt goed mee te draaien. Veronica was er gelukkig een goede stimulans in. En ja, Volendam begon zich ook te roeren. Ja, precies. En dat was niet, dacht ik, met de eerste, maar wel met de tweede. En op een gegeven moment hadden de Cats een beetje die sound, de mooie, heldere opnames. Die snik erin, toch een beetje. Dat is iets waar jij van houdt, hè? Die snik. Ja, ik zie je ogen. Theatraal, maar op een gegeven moment moesten die plaatjes die snik hebben. En het juiste galmpje. En dat werd toen in een goede studio opgenomen. En ja, bingo, daar hadden zij, waren toen op, denk ik wel, de vertegenwoordigers in één keer van die palingsound. Ja, wat jullie vonden ze ook niet zo leuk in het begin, maar het was nou helemaal zo. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk heeft het ze groot gemaakt. En nu is het natuurlijk toch gewoon een hartstikke leuke naam om het daaronder te voeren. Maar jullie hadden als Veronica ook gewoon wel echt veel te maken met de artiest uiteindelijk. Hè? Uiteindelijk, ja, jij bent zelfs geloof ik nog manager geweest van BZN. Nee, producer. Producer, kun je nagaan. Ja, ja. Het was een komen en gaan van artiesten. Iedereen die het was nog niet zo ontzettend georganiseerd als nu. Nu heb je allemaal vertegenwoordigers, de pluggers van de grammofoonplatenmaatschappijen. En die moeten op gezette tijden precies hun plaatje afleveren en dat wordt dan beoordeeld. Vroeger kwamen ze gewoon zelf de studio in. Ja. We hebben een nieuwe single hoor, kun je die even draaien? En dan zei hij van, nou eens horen. Oh, dat is wel een leuke. Heb je paling mee? Heb je paling bij je? Dat was dan van Volendam. En dan was het in één keer goed. Ja, maar en toen ineens stond daar ook een bandje met een bandje bij zich. En die vroegen naar een collega van mij en die was er niet. Want wij hadden verschillende diensten bij Veronica. Een ochtendploeg en een avondploeg. En ik was de avondploeg. En ja, wij zijn BZN. Ik ben Dick de Boer, de manager. En wij zoeken een producer. Ik zeg, goh, wat leuk, wat is dat? Nou, dat is iemand die er in de studio bij zit en die ons een beetje begeleiden moet. Want we gaan een plaat opnemen. Je hebt een bandje, een eigen compositie en leuk. En zo is dat dus gewoon ontstaan. Jij wil jij producer dat niet doen? Ik zeg, nou ja, ik ga wel aan iemand vragen hoe dat moet dan. Maar jij produceerde dus eigenlijk voordat Annie Schilven nog bij kwam? Ja. In BZN is begonnen zeg maar als een middle of the road, leuke hitjes maken. Toen zijn ze omgeschakeld naar een hardrockband. Ja, ongelooflijk. Ik heb al geen idee. Platen, ja, gemaakt. Ja. En op een gegeven moment toen liep dat een beetje af. Dat ging steeds minder. En toen kwam daar als de redding voor BZN zeg maar de ommezwaai met Annie Schilder. Ja. Fantastisch. De tour met de harmonica. En is het voor jou nu ook zo dat de artiest die je nu hoort, dat jij ook zegt, ja, dat is nog steeds die palingsound, of vind je het anders? Ja, ik vind het wel anders.
Het is misschien wel gebaseerd op de Palingsound, maar het is gelukkig wel veel en veel moderner, hoor. Mm-hmm. Als ik Nick en Simon hoor of de 3J's, dan hoor je daar toch niet meer die Palingsound van vroeger. Die lange galm een mm-hmm. beetje en die snik blijven ze houden, hoor. Of ze dat nou willen of niet, daar herken je de echte artiest aan. Ja. Je moet het altijd, een liedje moet je ook een beetje voordragen. Het is toch een beetje... En dat gaat nog steeds hartstikke goed in Volendam. Ah, je blijft er in ieder geval graag naar luisteren. Ja, zeker weten. Zeker weten. Oké, dankjewel. Straks Jan Keijzer die gaat het podium weer op met Annie Schilder. We kijken samen met hem terug naar hun grootste successen. Maar ja, ze zit hier al te swingen naast me, DCA. Hey. Ja. Dat is ook niet te stoppen, hè? Nee, het voelt zo lekker. Het is leuke muziek en de sfeer eromheen is goed. Ja. Als je meer wil weten wat je kunt doen in Volendam, kijk dan even op de site van de VVV van Volendam. Het is natuurlijk heel uitgebreid met allerlei tips. Als je toch in Volendam bent, moet je natuurlijk wel eventjes naar het Palingsoutmuseum gaan. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Daar kun je echt een overzicht krijgen van 100 jaar Volendammer muziekgeschiedenis. De sites zijn terug te vinden op onze eigen site als je daar verder informatie over wilt. En ik heb natuurlijk een tip van de kijker. Hey, daar ben ik benieuwd naar. Ja. Ik ga elk jaar naar het Volendammer weekend. Dit jaar op 26 en 27 juni. Supergezellig. Je ziet er veel Volendammers in originele klederdracht en overal oude ambachten. Verder zijn er veel Volendamse bands en palingrookwedstrijden. Je leert Volendam zo een beetje kennen. Zo doe ik dat. U weet het natuurlijk ook, Volendam en Edam liggen pal naast elkaar. Maar hoe kan het nou dat hier Volendammers altijd een grote hit scoren en dat je wat betreft muziek niet zoveel hoort uit Edam? We gingen kijken en we keken mee over de schouder van de lokale omroep Volendam-Edam Love. Love Radio. Wakker worden met Wolven. Hey Alice, je weet ook hoe het werkt dat je een verzoekplaat aan mag vragen? Ja. Across the age of 18 springs in a row, still thinking about want daar luister je nog steeds naar. En aan de lijn hebben we als het goed is Alice van de VVV. Alice, goedemorgen. De Edam kaas is heerlijk. Ik hou wel heel erg van kaas. Wij hebben paling, zij hebben kaas en wij hebben ook de muziek erbij. En hopelijk schuift Edam aan. Kaas hebben we hier ook niet. Dus we zijn niet echt kaas... Nee. Niet kaas-minded zijn we, nee. Ja, bedoel ik. Edammers zijn eigenlijk bekend geworden om kaas. Eigenlijk de Volendam is natuurlijk vanwege de vis. Eigenlijk. Muziek. Oh, de muziek. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was in ieder geval UB40 en Chrissy Heid met I Got You Babe. Ja, ik heb even niks klaarstaan, maar ik ga wat klaarzetten, dames en heren, jongens en meisjes. Zeker zijn er ook artiesten die uit Valland komen die puur en alleen zijn doorgebroken omdat ze uit Valland kwamen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Monique Smit. Die heeft zeker niet de capaciteit om op dit niveau te staan en überhaupt iets te mogen doen in de muziek. Maar die is er toch omdat ze ja, weet je, een beetje vriendspolitiek toch ingekomen. En hetzelfde kan ook gezegd worden voor misschien 3J's en Nicky Simon. Die zijn ook via Jan Smit erin gekomen natuurlijk. Die zijn zo erin geholpen. Het helpt, absoluut. We moeten er gewoon verschrikkelijk trots op zijn. En tot er nu veel succes is, en dan hopelijk is dat voor anderen, blijft het zo doorgaan. Hopelijk voor mezelf en voor iedereen. Er komen dus heel veel goede bandjes uit Volendam vandaan. En dat is toch wel bijzonder te noemen. Hoe rijk je bent, hoe groot je kruiwagen is. Ja, je kan het zien als een schip. En als je op dat schip zit, en dat schip dat vaart er wel bij, dan kan je een touwladder uitgooien en zeggen van jongens, kom op. Want wij zitten er al op. Edam stelt eigenlijk op muziekgebied niet zoveel voor. Nee. Er zijn een paar bandjes, die bandjes doen het wel goed, alleen ja, het is niet in verhouding met de Volendammer muziek natuurlijk en de Volendammer bandjes. Die zijn gewoon ja, in vele grotere ja, getalen aanwezig. Mijn nieuwe album, dan krijg je van mij... Bepaling? Ja, dat krijg je. Dat doe ik er sowieso voor. Dat is, dankjewel. Alsjeblieft. Zullen we hem openmaken, Simon? Ik vind eigenlijk dat jij hem even moet openmaken en dan gaan we even lekker opeten. Even.
Het is weer zaterdag, dat betekent dat de Lof natuurlijk weer de hele dag voor je aanwezig is om live te presenteren, de uren te gaan brengen. Maar verdomme met jullie, Lewis en de nieuws, it's hip to be square. En dames en heren, hier is de bassist van de Cats, Arnold Muren. We gaan het hebben over het ontstaan en de geschiedenis van palingpop. Ja, want hoe kan het nou eigenlijk, hè, dat Volendam zoveel succesnummers heeft, Arnold? Dat wordt zo vaak gevraagd en ja, het antwoord daarop is heel moeilijk. En ik heb daar een eigen filosofie over. Het versterkt succes, lokt succes uit. Ja. Wij zijn met de Cats, hebben een start gemaakt. En onze managers die zijn daarin verder gegaan. Want die kregen van de platenmaatschappij kregen ze ook succesvolle artiesten toegewezen. Gaan jullie die ook maar managen? En zo ontstond ook een soort infrastructuur voor management. Contacten met platenmaatschappijen, internationale contacten. Contacten met boekers om op te treden. En vooral ook omdat meteen na de Cats kwam BZN met hele grote successen. Er waren nog andere bandjes. Ja, maar wacht, ik wil eerst nog even genieten van jullie succes, hoor. Want we hebben namelijk een heel leuk fragment. Die kennen we allemaal nog, ja. Jij bent alweer heel. Jij zit alweer. Ik zie jou gewoon wegzakken in die muziek. Terwijl als jij dit. Iedereen die gaat daarin. Dat blijft gewoon zo, hè? Ja, de muziek is het een groot deel van mijn leven geworden. Ik ben verder gegaan met een opnamestudio waar hele grote Nederlandse artiesten komen. Ja. Marco Borsato, Agda de Munnik. Zo zie je van het ene naar het andere. Want we zagen hier nog Piet Veerman en jullie hadden natuurlijk ook nog Kees Veerman in die begintijd. Ja, ja. Realiseerden jullie je eigenlijk wel dat jullie een heel nieuw geluid aan het maken waren? Nee. We deden wat we zelf mooi vonden. Wij hadden twee zangers, dat hadden we al voordat we platen begonnen te maken. In eerste instantie is de aandacht naar Kees gegaan, want Kees zong zeg maar de popachtige liedjes. Piet Veerman had een heel andere soort stem. En als wij live optraden, dan merkten we ook dat het publiek dat fantastisch vond, maar het was een heel ander genre. En op een gegeven moment kwam er een liedje voorbij. Wij schreven nog niet zoveel zelf. Er kwam een liedje voorbij, aangeboden door de platenmaatschappij, Thuis of Wen was dat. Wij voelden allemaal aan, dat moet Piet zingen. Dat is hem op zijn lijf gegooid. Hebben we ook gedaan. Maar de platenmaatschappij, die verdonderde het om dat op single uit te brengen. Echt? Want die dachten, nou, we hebben een paar hits gehad met Kees Veerman. Never Change a Winning Team. En wij hebben echt moeten vechten om Times Are When als A-kant te krijgen. Goh. En uiteindelijk hebben we dat gevecht gewonnen. We hebben een flinke ruzie gemaakt. Oh. Toen vanaf dat moment, toen had de platenmaatschappij door dat wij daar kennelijk oor voor hadden en een bepaalde visie hadden. En dat jullie ook zelf inbreng konden hebben. Ja, toen zijn we zelf liedjes aan schrijven. Ja. En, onder andere ook jij, hè? Want jullie hadden een grote opvolger toen, dat was Lea, compositie van jou. Ja. Ook heel mooi. We spreken het uit als hier is hij, hè? Ja. We spreken het uit als Lea. Lea. En dat nummer kwam meteen op één. En dat toen volgden er ook weer fantastische nummers. Eentje ook. En dat vind ik wel heel erg leuk. Waarin jij dus ook zingt. Was dat ooit je bedoeling geweest? Nee. Want omdat door het grote succes van Times of Wen en Lia was de aandacht voor Kees was een beetje naar de achtergrond verschoven. En ik dacht, verdorie, dat moet weer terug. Dus ik had een liedje bedacht. Een duet voor twee heren. De Parelvissers, maar dan anders. En Kees Veerman en Piet Veerman, overigens geen familie van elkaar, die moesten dat gaan zingen. Dat waren onze twee zangers. En ik had dat een soort van demootje had ik gemaakt. Hè. En het was duidelijk wat Piet's gedeelte was en wat Kees' gedeelte zou worden. En we hadden dat al ingezongen. En we waren niet tevreden over het gedeelte wat Kees had gedaan. Kees zelf ook niet, dus we hadden nog een keer een studio geboekt. En op het moment dat we daar naartoe gingen, kwamen we Kees aan de deur. En Kees die zo'n hoekje van de deur open. Jongens, ik kan niet in muziek, ik heb het op mijn stem. Zei hij, Arnold, zing jij het maar, want het is hartstikke mooi zoals jij het doet. Oké, nou dat is dus dit geworden. Ja.
En wat een zenuwen daar ook, hè? Ja, je ziet het echt. Ja. Maar, en meteen ontvangen als groot natuurlijk, hè? Eventjes nog een paar kleine dingetjes. Want welke namen moeten we nu echt kennen als het over Volendom gaat? Dat je zegt, nou, die... De grote jongens natuurlijk, Jan Smit, Nick en Simon, 3J's niet te vergeten. Pas een prachtig album gemaakt. Martine Bond is een groot talent. En, die zingt ook weer samen met de 3J's. Alles zingt ook weer samen met elkaar. Ja. Nou, heel erg bedankt voor dit hele mooie verhaal. En we zien jullie vast wel weer terug op een of andere manier. Dus dank je. De kerst hebben we neergelegd. Arnold Muren. En wij gaan genieten van een nieuw talent. Eigenlijk ook wel een beetje ontdekt, mag ik toch wel zeggen, door een van onze redactrices. En dat is Simon Stijn. En hij wordt begeleid door Nico Tol. Dus ik zou zeggen, ja, Simon en Nico. Kijk toch eens om naar de mindere goden. Weet jij wie je bent? Wie denk jij dan te wezen? Niks meer dan de rest. Zing maar, vertel je verhaal in de straattaal. Dans met ons mee en beweeg maar. Laat je gaan, kom je ook op ons feest, is voor iedereen. Zing maar, het eind van het jaar, dus een traan mag. Het is tijd voor vertrek, dus we gaan maar. Het is al laat, dit was het feest van een jaar. Oh, prachtig. En dames en heren, hier in de studio, Jan Keizer. Fantastisch. Heel erg leuk dat je er bent. Nou, natuurlijk zoveel jaren succes met BZN. Wat is jouw grootste, dierbaarste herinnering? Nou, dat is, we hebben natuurlijk heel veel mooie momenten gekend. Maar ik denk tot na 10 jaar ploeteren, tot eindelijk die nummer 1 hit kwam. Ja. Waar alles mee begonnen is, Mon Amour. Ja. Dat is voor mij denk ik wel het hoogtepunt. Oh, laten we meteen eventjes kijken, want het is zo'n leuk fragment van jullie. Kijk hier met Annie Schilder. Ja. Met snor. Ja, en jij zegt het zelf, een behoorlijke gedatenverwisseling. Maar eigenlijk, en dat wist ik niet, jullie hebben ook een gedatenverwisseling gedaan met de band. Want jullie waren dus eerst een hardrockband, hè? Ja. En dat klonk als dit. En dan ga jij het brengen, hè? Ja, ja. Nou, ik was hier de drummer nog, hè? Ja. Ja, maar kijk, we zagen het recht niet kijk uit, hoor. Nou, dat ben jij. Ja. Achter de drums. Prachtige foto's die je hebt meegenomen. Ja. Maar dit was dus eerst BZN. Ja. Waarom dan ineens zo'n overomslag naar heel andere muziek? Wat is er gebeurd toen? Op een gegeven moment werd de tendens in Nederland toch voor hardrock en rock'n'roll was een beetje aan het verminderen. We hebben besloten, nadat wij, dat is heel een raar verhaal eigenlijk, we repeteren in Volendam in een school. Ja. En als tegenprestatie moesten we het vormsel, wij zijn een katholiek dorp, we moesten het vormsel verzorgen in de kerk. Ja. En dan mochten we gratis repeteren in school. Ach, ja. En op een gegeven moment vroeg de pastoor, die zei, ja, jullie moesten eigenlijk ook de kerstnacht doen. Ja. Nou, dat werd een spektakel, want wij gebruikten eigenlijk voor die periode een zangeres. En dat was Maribel, de eerste zangeres. Mm-hmm. Daar hebben we dus Jesus Christ Superstar en Long Time Ago in Bethlehem, dat soort liedjes mee gedaan. Ongelooflijk, ja. En de mensen die kenden dat natuurlijk helemaal niet. Die kenden BZN als hard rock met de lange haren. Die stonden daar in de kerk ineens. En iedereen zei onmiddellijk tegen ons, dit moet jullie gaan doen, dit is toch veel leuker. Maar het is dan moeilijk om het publiek te laten weten dat je dat gaat doen. Ja. Toen wij in die zalen speelden, dan kwamen die mensen daar naartoe. En die dachten... En die verwachten hardrock. Ja. En wij kwamen met meer melodieuze muziek. Dus we vielen eigenlijk een beetje min of meer tussen de wal en schip. Ja, maar toen haalden jullie dus in 1976 Annie Schilder erbij. En, en toen hadden jullie bam, meteen succes. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een godswonder dat dat gebeurt. Waarschijnlijk heeft de kerk daarin meegeholpen ook. En...
Ja, dat je dat 5 weken nummer 1, en je had in die tijd 2 netten en iedereen zat er naar te kijken. Ja. En bij Toppop was je meteen wereldberoemd in Nederland. Ja, natuurlijk. Dat media, televisie was natuurlijk ook gigantisch. Ja. Maar was het dan toch niet voor jullie ook een enorme omschakeling om ja, andere muziek te gaan spelen? Konden jullie dat wel? Nou, we hebben, ondanks dat we eigenlijk, Jan Tuyp heeft wel eens gezegd, de muizen dood voor de kat lagen. Het was echt dramatisch, financieel gezien. Hm. En ik had ook al familieleden die tegen mij zeiden, wordt het niet tijd dat je aan het werk gaat? Dat je eens wat gaat doen. Oh. Want die zagen dat muziek toch maar als een soort hobby. Toen hebben we toch met echt alles paar centjes bij elkaar gehaald om een piano aan te schaffen. En een mellotron. In die tijd had je een mellotron, daar speelde de Moody Blues mee. Ja. Nights in White Saturn. Dat was met een mellotron. En die hebben we ook aangeschaft. En toen hebben we het maar gegokt. We zijn alles op alles gaan doen om te repeteren. En toen kwam Mon Amour uiteindelijk uit de bus. Ja, dat zagen we zo meteen. Maar uiteindelijk zijn jullie ook weer veranderd qua zangeres. Want Annie Schil die stopt op een gegeven moment. Toen kreeg je Carola erbij. Ja. Hele andere vrouw. Andere muziek toch ook alweer een beetje daarin? Of hoeft die lijn aan te passen? Ik vond dat het niet zoveel veranderd. Maar het is natuurlijk een totaal andere persoonlijkheid. Ja. Ook ontzettend een goede zangeres. Ja, kijk hier, dit een mooi fragment, Wedding Bells van jullie. Ja. En daarmee gingen jullie dus ook vaak naar het buitenland. Hè? Ja. Want zoveel specials kan ik me herinneren die ik van jullie zag. Op de mooie, meest exotische plekken. Ja, dat deden we goed, hè? En jullie gingen naar buitenland, maar ook naar Zuid-Afrika. En jullie hebben een grote hit in Zuid-Afrika gehad, Jeppa Jeppa. Dat wil ik ook even kijken, dat is ook ontzettend leuk. Dit is Zuid-Afrika. De hele zaal gaat uit zijn dag. Hoe kan dat nou? Ineens ook weer buitenlands succes daar. Nou, dat is heel raar. Het was in Nederland, had nog geen economische overeenkomst met Nederland afgesloten. En toen waren wij daar al beroemd. En we hebben er miljoenen platen verkocht. En er werden zelfs kamervragen gesteld. Hoe bestaat het allemaal? En het is gewoon, we maakten hit na hit. En, ja. Het was fantastisch eigenlijk. En even nu afrondend, na al deze successen, mis jij BZN? Nee, ik heb doordacht deze beslissing genomen om te stoppen met BZN. En ik heb een prachtige periode en tijd gehad daarmee. Ja. Als reïncarnatie bestaat, dan zou ik het weer zo doen, denk ik. Maar nu heb je ook heel bewust gekozen dat jij weer het podium opgaat. En met Annie Schulden. Met Annie Schulden, ja. Ja, nou? Het is toch nieuws? Ja, dat is wel enorm nieuws, ja. En dat is ook ontzettend leuk om te doen. Het is naar aanleiding van de verjaardag van Mies geweest. Mies Bouwman. Ja, en toen werd ons gevraagd om dat te doen. En het is, het werd zelfs door mensen, want die hele zaal zat eigenlijk vol met bekende Nederlanders. En iedereen stak zijn duim omhoog en die vond het te gek. Ja, dus daar gaan we weer. Dan krijg je toch weer, ging het weer kriebelen. En, ja. En het lijkt me heel leuk om dat te gaan doen. Nou, heel veel succes en heel erg bedankt dat je hier kwam. Dat is weer echt gezellig. Jan Keijs. Dank je. U krijgt van mij nog 3 keer helder over de Paling Sound. De Cats, zij zijn de grondleggers van de specifieke Paling Sound uit Volendam. Met hun is het echt allemaal begonnen. Palingpop is een mix van 2 soorten muziekstijlen. Amerikaanse soulmuziek aan de ene kant en aan de andere kant die katholieke kerkzang. Nou, Jan Keijzer die zei het ook al, ze zongen allemaal in die kerk. En ook Arnold Muren, de basgitarist van The Cats. Ja, die kerkzang en katholieke gemeenschap in Volendam is gewoon heel belangrijk. En die mix die zorgt ervoor dat de kleur komt van de specifieke Nederlandse palingsound. En die term palingsound is bedacht door Joost ten Draaien, oftewel Willem van Kooten. In ruil voor een pontje paling werd op Radio Veronica het plaatje gedraaid uit Volendam. Dit was Helder voor vandaag. Als u meer wilt weten over deze uitzending, over andere uitzendingen, kijk dan even op onze site en dan kunt u alle informatie terugvinden. Voor nu nog een fijne avond en ga tot de volgende. Dag. APPLAUS